We zijn hier met wat mensen gekomen omdat we het er niet mee eens zijn dat het beleid zo scherp wordt dat we de honden niet meer los mogen laten in een gebied waar waar de meeste mensen al 50 jaar wandelen. En daar zijn we gewoon niet blij mee. En om welk gebied gaat het? Het is het duingebied tussen de bewoonde gedeelte en het strand. Ja, en ik denk dat er gewoon beter goed overlegd moet worden hoe we hier verder mee omgaan. Want dit kan gewoon niet. Nou, daar is een algemene plaatselijke verordening voor ingesteld. Heel veel hondenbezitters die denken dat de stichting Het Zuid-Hollands Landschap daar debet aan is. Maar dat is niet het geval, want die algemene plaatselijke verordening, de APV, die is ingesteld door de gemeente Rotterdam. En wij hebben ons daar als stichting Zuid-Hollands Landschap aan te houden. Nou ja, ik loop hier ook al ongeveer 40 jaar rond in deze duinen en het is zo'n prachtig gebied. Ik kom niemand tegen, geen hond, om maar eventjes letterlijk te zeggen. En we doen geen kwaad daar. En ik denk zelfs, als daar niemand meer mag lopen, dat de duinen gewoon helemaal overwoekerd worden en dichtgroeien. Terwijl het nu gewoon zo mooi is, ook door de mensen die daar met heel veel plezier lopen. Nou, het is een heel kwetsbaar gebied. En we hebben hier natte duinverleidjes met mooie orchideeën. We hebben libelles, vlinders, noem het allemaal maar op. En als dat hier dwars door het gebied gaan rauzen, ja, dan verstoor je een heleboel. Ik denk dat ze zelfs zich niet bewust zijn hoeveel schade ze aanrichten. Ik spreek al zoveel mensen die zelfs de lidmaatschap opzeggen nu. Ja, nou hier hoor het maar. Ja, heb ik gedaan. Ja, en waarom? Omdat je je hond niet meer los mag laten. Kunt u zich voorstellen dat de hondeneigenaren teleurgesteld en verdrietig en boos zijn? Ja, ik begrijp dat heel goed. We proberen het ook iedereen naar de zin te maken. Ze zijn ook van harte welkom in de Van Dixum driehoek, alleen aangelijnd.